mensen bewust laten worden van wie dat ze zijn en welke bijdrage dat ze kunnen leveren in het team waar ze zitten. Ik ben bij de gidsen geweest en ja, zo met uw team. Ik was dan patrouilleleidster, hop, met uw team dan zo van kom mannen, we gaan, vrouwen, we gaan zien dat we dat hier winnen als we een tocht aan het doen waren. Hetgeen dat voor mij zeker belangrijk is, is die focus op die echte dialoog. Omdat dat voor mij de basis is, die dialoog en die open communicatie, om goed te kunnen samenwerken. En dat is belangrijk in een bedrijf en organisatie, maar dat is even belangrijk in uw... Ja, in de verenigingen, in je sportclub of in je leesgroep die dat je hebt, dat de verstandhouding tussen de mensen beter wordt, waardoor ze zelf spontaan ook initiatieven beginnen te ontplooien en zeggen van, goh, dat kunnen we misschien een keer doen en dan ontstaat er creativiteit. De directie en de zaakvoerders moeten mee zijn in die filosofie, moeten te overtuigd zijn van, ja, wij moeten beter dialogeren en open communiceren met elkaar. Dus je moet daarvan overtuigd zijn. En dan ga je werken op de individuele competenties van de mensen. En die van het team. Wat vindt iemand belangrijk? En echt gaan kijken naar wat zijn uw belangen en uw behoeftes. Ik vind dat daar veel te veel wordt overgegaan. Iedereen wordt geacht van, hup, ga maar mee met de stroom in een bedrijf. Ik ben ervan overtuigd, en ik heb het ook al gezien, dat als je meer een afstemming hebt tussen... individuele behoeften en belangen. En je stemt dat af met dat team. Je maakt daar echt een echt team van. Hè. Niet zomaar een groepen samenraapsel van individuen. Dat je dan veel meer ook je organisatie naar voren stuurt. We moeten tijd nemen om naar de diepte te gaan. En tijd te nemen, dat is echt tijd nemen, om echt actief te luisteren naar iemand. En te zeggen, van, vertelt jij nu eerst eens aan mij wat jij nu belangrijk vindt. Wat jij wilt bereiken. En echt luisteren zonder dat je eigen vooroordeel er al tussen zit. Of zonder dat je denkt van, ja maar wacht, ik heb hier wat argumenten die ik al kan zeggen. Probeer dat uit te schakelen. En als je daarop werkt, dan is er veel meer mogelijk.